Ja, een hele goede middag allemaal. Hallo allemaal. Och, wat gezellig. En welkom bij het Happy Hour. Met mij natuurlijk als Tommy Lips en onze enige echte tante Cor. Nou, wat gezellig hè jongens. Daar zijn we dan met z'n allen. Ja, weet je wat nou zo leuk is? Het is een andere carnaval als anders. Ja, het is een beetje anders jongens. En de mensen thuis, die kunnen niet naar het café zoals ze gewend zijn. En een feestje vieren in het café. Dus wij denken, we brengen het café gewoon naar de mensen thuis. Naar de mensen thuis. Gezellig gewoon in de huiskamers. Gezellig in de huiskamers. Ja. Ja. Weet je wat nou zo leuk is? Als jij nou denkt, ik wil ook bij Tommy en bij ons tante Cor in het café zijn, dan kun je gewoon live met ons inbellen. En zal ik eens vertellen hoe dat ze dat doen? Nou, hoe doen ze dat dan? We hebben er een mooie link aan gemaakt. En dat is live.sanseveriatv.nl. Dus live.sanseveriatv.nl. Daar gaat er naartoe met je laptop of met je smartphone. En dan vulde jij je voornaam en je achternaam in. Dat is wel even belangrijk, hè? Uw hele naam. Niet zomaar Marieke of Jantje of Pietje, nee. Uw hele naam. En dan kun je gewoon op doorgaan klikken. Je komt in de wachtlijst. Je ziet ons programma. Het staat nou ook onder in beeld voor de kijkers. En lieve mensen, dan kun jij misschien eruit gepikt worden door onze regie. En kom dan ook een van die prachtige schermen hier bij ons live in de uitzending in het Happy Hour. Nou, leuk zo, want die schermen, wat gezellig, hè? Ik ben benieuwd wat we allemaal krijgen vandaag als gasten. Jij ook? Nou, ik ben ook benieuwd. Hé, maar luister eens, wij zijn vandaag lekker op pad geweest met z'n tweeën, hè? Op pad geweest. Vertel eens even tegen de kijkers, waar zijn we geweest? Waar zijn we geweest? Ik zal het eens even vertellen. Nou, we zijn bij zo'n mooi kapelletje geweest. Ja, het was een mooi sentimenteel moment. Ja, het was een heel mooi kapelletje en we hebben even een momentje genomen. Voor bezinning, hè? Voor bezinning. Want ja, dat is ook belangrijk tijdens carnaval. Ja, en helemaal deze jaar vind ik. Deze jaar is het heel belangrijk, want even Maria vragen om die bijstand of ze ons bijstaat. Zeker. Ons lieve vrouwke. Nou, daar hebben wij een mooie reportage van laten maken. En zullen we hem gewoon er eens in doen, regie? Gooi de reportage maar in, hoor, naar ons Maria. Gooi hem maar in. Gezellig. Schakel maar terug. Ja, lieve mensen, er was even een technisch foutje, want het geluid bij Maria was even weg. Nou, ging het nou even fout? Ik viel mijn geluid weer uit. Ik denk dat ze onze stem gewoon bij Maria heeft gehouden. Nou, laat die stem even bij jullie. Ik denk dat mijn stem, die mensen die denken in één keer ook naar gisteren. Maar gisteren, was de geluid ook eigenlijk helemaal goed. Ze zeiden dat we een beetje in de heliumballonnen hadden gezeten gisteren. Ja, ik hoorde al een keer de smurren voorbij komen. Maar weet je wat het is? Je moet gewoon die kinderziektes er een beetje uithalen. Het is nieuw. Het is voor ons allemaal net nieuw. Voor die mensen achter de techniek. En je moet weten, lieve mensen thuis, de mensen vliegen van hot naar her. Ja, van hot naar her. Ik zie ze van... allemaal wel 1,5 meter, zie ik. Dus dat soms... Maar... Zullen we eens even wat doen? Wat gaan we doen, Tommy? Nou, ik heb een ideetje. Oh, we hebben een idee, jongens. Zullen we eerst gewoon eens even hier in de studio... Kijk, daar staat ze. Staat ze. Daar staat ze ook. Onze heilige Maria in de studio. Ja, ja. En ik heb daar een mooi kerstje bij gezet. Mooi kerstje. Als jij het nou even aansteekt. Als ik het nou eens even... Ik ga het even aansteken. Gezellig bij ons Maria. Want bij ons Maria, daar hoort natuurlijk een mooi kaarsje te branden. En dan moeten we gewoon even zo. En dat is al... dit is volgens mij dan eigenlijk het 12e kaarsje. Niet alles verklappen nog. Het ging bijna verkeerd. Wel het dekseltje erop doen, hè? Het dekseltje erop doen. Och, dat dekseltje ook nog? Ja. Nou, lieve mensen, ik heb begrepen dat ondertussen de instart klaar staat, meegeluid. Dus we gaan nog een keer kijken naar ons bezoek vanochtend aan ons Maria. We gaan kijken. Jammer. Rustig momentje in al deze hectiek. Ik heb wat voorbereid. Oh, echt waar? Lieve Maria, zoals je ziet, brengen we jou deze carnaval een bezoekje en zijn we u niet vergeten. Ons moeder,
die zei altijd dat je veel steun en kracht geeft. Afijn, dat zult u zelf wel weten. Jazeker. Vandaag zetten we u wat in het licht en steken we wat kerstjes bij u aan. Want ons hart huilt van verdriet, omdat het carnaval zoals we gewend zijn niet deur kan gaan. Ja, zeker. Het eerste kerstje... Zal ik het eerste kerstje aansteken? Steek het maar aan. Dat is uiteraard voor jou. Gewoon omdat ik zo ontiegelijk veel van u hou. Het tweede kerstje, daarmee wil ik u vragen, geef ons het carnavalsgevoel juist deze jaar, in deze dagen. Met het derde kerstje... Het derde kerstje, willen we even bij de horeca stilstaan. In de hoop dat volgend jaar de deuren weer wagenwijd open zullen staan. Ja. Met het vierde kerstje is er ook mee veel liefde gegeven. Het blijft toch een mooie periode in ons leven. Met alweer het vijfde kerstje staat er al best goed in het licht. Vind ik ook goed? Ja, het begint steeds lichter hier te worden. Je krijgt namelijk ook de groeten van ons neef en ons nicht. Het zesde kerstje, daarmee vragen we hoe dat je zorgt voor plezier. En tenminste deze carnaval bij ons thuis een goede glasje bier. Want dat is toch ook wel belangrijk, hè? Ja, zeker. Zou ik wel lusten naar een goede glasje bier. Een lekker biertje, ja. We zijn alweer aanbeland bij kerstje nummer 7. Het gaat veel te snel. Het is niet te geloven. Oh, wat brandt het mooi. Hij wil. Ja. Het volgende kerstje is nummer 8. Dat we hier nou zo zouden zitten. Wie had dat nou gedacht? Nou, 8. Oh, 8. Dat is ook zo'n mooi getal. Zo'n mooi getal. Kerstje nummer 9. Lieve vrouwke, geef ons voor alles maar een zegen. Nou. Met kerstje nummer 10 houden we ook deze jaar het carnaval niet ver gezien. En tot slot, het 11e kerstje is van ons allemaal samen. Tot in de eeuwigheid. Amen. Oh, nou, dat was gezellig, hè, vanmorgen. Nou, dat was nog leuk, hè? En de kijkers hebben het kunnen zien, hè? Ja, dat is dan wel heel erg leuk, nou, hè? We hebben kerstjes meegenomen voor 11 uur. Ik heb speciaal via internet, want ja, je kunt nou nergens bijna kerstjes kopen, besteld op zo'n mooie pagina. En dan kon ik kerstjes bestellen voor 11 uur. Dus die branden lekker 11 uur, 11 kerstjes bij ons Maria. Nou. En nou natuurlijk het 12e kerstje. Ja. Maar weet je wat ik nou doorkreeg, lieve schat? Nou, wat kreeg jij nou, door? We hebben schijnbaar al een beller. En niet zomaar een, hè? Oh, een beller? We hebben een jarige in het kielengat. Oh. Een jarige in het kielengat. Een jarige. Oh. En die jarige in het kielengat is niemand minder dan de vorige prins, de hoogheid van het kielengat, onze eigen Danny. Goedemiddag! Oh, hallo! Och, wat ziet het er daar toch gezellig uit? Wat gezellig! Nou, dat ziet er leuk uit! Zullen we even een piepiepieperoeraadje doen? Nou, eigenlijk wel, hè? Zullen we dat even doen? Hiepiepiepiepiep! Hiepiepiepiep! Hoera! Hiepiepiepiepiep! Hoera! Hiepiepiepiepiep! Hoera! Lieve Danny, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, jongen. Dankjewel. Ja, hey. Ja, we horen ze luid en duidelijk. Luid en duidelijk, ja, de verbinding is er. Hey Danny, hoe jong ben jij geworden vandaag? 4x11 met 3 jaar levenservaring. Oeh! Dat ken ik nog niet zeggen, ga je wel? Nee, ik ook niet, nee. Ja, hij moet eens kijken hoe sportief dat hij erbij staat vandaag. Nou zeg. Volgens mij. Wat zei jij? Ik zei, wat zei jij? Nou, ik zei, dat kan ik nog niet zeggen dat ik 4x11 heb met 3 keer levenservaring. Nee hoor. Nee. Maar jij ziet er ook al. Oh, goed zo, dankjewel. Ja, hey, ik zie dat daar het gezellig is in Huize de Klerk. Zeker. Toch nog een klein feestje vandaag. Nou, en ik zie dat jullie ook de mooie vlag hebben hangen daar. Ja, een mooie vlag, hè? Een mooie oranje vlag. Ja, want luister eens, als prins, als ex-prins moet ik zeggen, van het kielengat en dan op deze manier carnaval moeten vieren, ja, dat is toch eigenlijk een trieste bedoeling.
Ja, weet je, Tommy, het is zoals het is en we maken er gewoon wat van. En ik ben onwijs trots dat ik ooit het kilogram heb mogen voorgaan. Maar ik ben ook onwijs trots hoe Prins Arie het nu doet en hoe Stichting Kielegat nu het carnaval gewoon in Breda vertegenwoordigt en laat vieren. Dat maakt me enorm trots. Ja. Ik wil ook even proosten. Ja. Hé, hey, Danny, zullen we ook even proosten? Nou, lekker even proosten. Ja, zeker. Proost. Ja, nou. Weet je wat nou zo leuk is, Danny? Ik wou jou toch vandaag in die uitzending hebben. Want jij bent natuurlijk jarig vandaag. En dan willen wij, Tante Cor en ik en Stichting Kielegat en heel het team van Breda nu natuurlijk, willen daar niet onopgemerkt voorbij laten gaan, nee, Danny. Nee, zeker niet. Want we hebben wat geregeld voor jou. Ben jij straks thuis? Ja, ik ben heel de dag nog thuis. Ja, we kunnen nergens dat op Er is niks open. Er is niks open. Vind jij het dan goed, Danny, dat wij straks even op bezoek komen bij jou? Nou. Tante Cor en Tommy Lips, op jouw verjaardag. Buiten wel, hè? Want ja, dat is wel een ding, hè? Ik ben nou met die corona, maar... Wel op afstand. Op afstand. Even langskomen. Ja, leg de mondkappen klaar. Als we op afstand zoenen, dan is het goed. Nou, Danny, wij hebben voor jouw verjaardag een cadeau. Ja? Een cadeau namens ons allemaal. Nou. En als Tante Cor, laat ik het even pakken. Ach, nou. Pak het eens ik even. Ga het eens even pakken. Het staat... Het staat ernaast. Dat is toch makkelijk? Dat is makkelijk. Dan kunnen we het zo erbij pakken. Zullen we zelf een roffeltje geven? Ik ga even roffelen, ja? Daar is je hoor, wat een mooie. Een mooie taart van Wij hebben voor jou van J-taart op de Naagdijk in Breda een echte Kielegatse verjaardagstaart. Ja hoor, ja, een schiedigheid. En die komen wij strakjes naar jou, naar jullie toebrengen. Maar er zit één voorwaarde aan. Want ze zeiden vanmorgen toen wij van Maria die taart op gingen halen, dat die heel lekker moet zijn. Dus wij komen zelf bij jou een stukje mee eten. Daar hou ik van, hoor. Helemaal goed. Jullie kunnen het nog hebben. Nou, Danny, ik kan er niet precies zeggen hoe laat, maar je ziet ons straks wel verschijnen. Ook natuurlijk Hugo, Nina, de andere kinderen daar, onze Karin. Ik wil jullie bedanken om even in de uitzending te zijn geweest. Wij zwaaien natuurlijk uiteraard naar jullie terug. En Danny, we zien jou strakjes, jongen. En wilde Danny natuurlijk feliciteren. Danny de Klerk op Facebook. Feliciteer hem, stuur een leuk filmpje op. Want was er nou mooier in deze tijd om natuurlijk omarmd te worden. Zoveel reacties, groetjes, verjaardagswensen. Ja, zeker. Dat doet de mens allemaal goed. Ja, zeker. Hashtag Zanseveria TV. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Als je nou leuke filmpjes hebt, get leuke foto's, noem het zomaar op. Hashtag Sanseveria TV. Of Sanseveria of Sanseveria TV NFM. Kan die vaak genoeg zeggen? Hashtag Sanseveria TV. Want allemaal prima. Dan komen ze ook in de tickertape onder in beeld. Ja, gezellig. Ja, heel dus gezellig. Dan kijkt ze en dan zien ze zo leuk uw eigen tekst staan. Nou, toen wij vanmorgen naar als Maria gingen, hè? Ja, we gaan ergens naartoe. Ja, toen vertelde zij mij wat. Ja, we gaan inbellen. Dat doen we iedere dag. Gaan we even kijken. Wat heb jij in petto? We gaan kijken bij de familie Wortel en Peen. En wie zijn dat dan? Nou, dat is familie Wortel en Peen. En die gaan lekker in de keukentje. Gaan ze lekker wat kokkerellen. En dan gaan en wij dat even zijn, een kijkje dat bij zijn Peen wel een beetje een keukenprins en prinses, of niet? Ja, hij is officieel eigenlijk zelfs een chef-kok. Nou, laten we gaan kijken, mensen. Dus ik hoop dat dat maar goed gaat. Familie Wortel en Peen. Ja, daar komen ze. Nou, wat gezellig dat jullie er zijn. Ja, nou, vandaag gaan wij lekker een tosti eten. Lekker makkelijk, hè? Ja, nou, lekker kaas in de pan. Och, weg gezellig. Wat een stelletje is dat. Wat een stelletje. En zonder grote keuken. Nou, wat gezellig met z'n tweeën. Nou, ik was nog aan het bedenken wat we zouden gaan eten vanavond. Maar, Lester is lieve schat, we eten tosti vanavond. Nou, we eten lekker tosti.
Heerlijk. Ik ben wel benieuwd straks wat we ze van gebrouwen hebben. Zullen we straks nog even teruggaan? Ja, we gaan straks even terug. We gaan straks even terugkijken. Ja? Want dan kunnen we eens even kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Ja. En volgens mij hebben ze gezegd, als het goed gelukt is, dan brengen ze die tosties lekker naar ons hier bij publieke werken. Want daar zitten we natuurlijk met onze studio, lieve mensen. Nou, ja. Wilde jij nou ook gezellig inbellen in onze uitzending? Dat kan uiteraard. Ja, gewoon kan. Met live.sanseveriatv.nl. Gevuld door een naam in, voor- en achternaam. Als weten we helemaal niet wie dat je bent. Jan hebben we er duizenden. Joken hebben we duizenden. Priscilla zijn er tientallen. Ja. Dus gewoon even uw naam invullen en dan komt er gewoon lekker door. Gewoon lekker een naam. Ja, zeker. Ja. En ook altijd natuurlijk de hashtag SanseveriaTV, hè? Ja. Ja. Nou, luister eens. Ik heb ook wat in petto. Och, nou, we hebben nog meer in petto. Ik heb een beller, een belster, zo moet ik het zeggen. Een belster. Het is geen bels, hè, maar een belster. En die belster, die belt ons iedere dag in. Want dat is een heel goede carnavalsvriendinneke wat ik ken in het Kielengat. Best wel een prominent vrouwke in het Kielengat. Ja. En die heeft fantastische outfits. En die gaat ons iedere dag even meenemen bij carnaval bij haar thuis. Oh. Maar ook iedere dag een fantastische carnavalsoutfit show. Hè. We hebben het over niemand minder dan Kelly. Goedemiddag. Goedemiddag, Kelly. Oh, wat fantastisch. Oh, wat denk je daarvan? Wat een gezelligheid. Nou, dat is een mooi pak. Och, dat zou ik ook willen hebben, hè? Ook een mooie vlinder. Nou. Hey, wat ziet er prachtig uit, Kelly? Prachtig, 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 Want voor de mensen thuis, vertel eens, wat is het voor een outfit? Een, vlinder jurk. Probeer het even staan. Ik vind hem beeldig. Ik vind het prachtig. Schitterend, Kelly. Hey, hoe lang ben je daar nou al bezig geweest op zo'n jurk? Ja, je moet ze eerst allemaal vangen natuurlijk. Dat is al heel veel werk. Och, het zijn allemaal echte. Maar, nee, zijn het echte, meid? Oh, gelukkig. Zijn geen echte. Nee, ik denk nog wel een weekje of vier. Maar dan wel heel rustig aan en spreidtijd hebben we. Och, wat mooi! Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik vind het prachtig! Ik moet jou zeggen, daarom zeg ik, we bellen Kelly. Want Kelly heeft zulke mooie outfits. Kelly is gewoon... Kelly is een carnavalsvriendinneke. Natuurlijk kusjes voor jou terug, lieve schat. Goed zo, bewaren die kus. Ja, en onze Kelly is natuurlijk een carnavalsvriendinnetje. Ja, en met die outfits natuurlijk, ja, dan moeten we showen aan het Kielengat. Hé, Kelly, nog even gauw bij de mensen thuis. Hoe vierde jij de carnaval nou thuis? Met mijn favoriete buf. Die zit hier naast me. Hallo. Hallo, Karen, maar gezellig. Ja, je mag geen reclame maken, maar Karen is het vrouwke achter carnaval in kaart. Die hebben wij ook heel mooi hier op de bar staan. Hè. Die hangen onderhand in heel het Kielengat rond die kaart. Proost, dames. Proost vanaf deze kant van ons natuurlijk. Jazeker. Ik wens jullie nog heel veel plezier. Ja, wij moeten helaas verder, maar wij bellen morgen weer gezellig in. Ik ben benieuwd wat je morgen in petto hebt, Kelly, voor ons. Ik ben benieuwd, ja. Ik ook. Oh, je moet er nog even over nadenken. Nou, even iets in de kar, vriend. Nou, als we gaan ze vanavond even bellen. Ik heb wel wat leuke dingetjes, hoor. Dat ik denk van, dat is leuk of dat is leuk. Ja, hoor. Leuke ideetjes. Doe maar, leuk. Hey, Kelly. Hele dikke kus, lieve schat van ons. Dikke kussen. En wij verwachten jou natuurlijk morgen gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. En natuurlijk laten we jou weer showen aan het Kielengat. Kelly, houdoe. En Karen. Ook voor jou, dikke kussen, Karen. Ja, we gaan weer door, want de volgende beller staat al in het scherm. Kijk hier. De volgende! Hey, hallo, goedemiddag. Oh, wat gezellig. Nou, dat is ook een prominente carnavalsvierder in het Kielengat, hè? Oh. Niemand minder dan mijn naamgenoot, onze Tommy Konings. Ja, ja. Oh, Tommy Konings! Ja, ja. Maar als je al natuurlijk op de bank en kijk eens wat die achter hem heeft staan. Ja, de grote markt. De grote markt. Oh, ja, bij jou is hij vol. Bij jou is hij vol. Ja, ik zie wel gezellig, jongens. Jullie hebben wel een beetje de Kielengatse carnavalsfeer in huis gehaald. Want ja, ik kom jullie normaal overal tegen in het Kielengat. Maar ja, hoe vieren jullie nou deze carnaval? Ja, we hebben natuurlijk het kadetje gehaald vandaag. En we zijn toch even over de grote markt gelopen. De Kielengatse kilometer elke dag. En het raakt het niet meer bij wat normaal is, hè? Ja, ze zeggen altijd carnaval dat vierde, maar carnaval zit in uw hart, hè, dat beleefde.
Dat is een feit. En wat dan de situatie verandert? Ja, we blijven toch Kielegatters, Brabanders en dat carnavalsfeest. Ja, dat vieren we altijd. Ja. Maar hoe was het Kielegatse kadetje? Oh, lekker. Was supergoed geregeld, echt. Complimenten voor de stichting. Mooie tasjes van corona, helaas. Goed gevuld, lekker soepje erbij, prima. Nou, kijk, goed zo. Dus dat is goed geregeld. En die Kielegatse kilometer, want voor de mede Kielegatters thuis, die Kielegatse kilometer, hoe moet ik dat voor me zien? Krijg je een route aangeleverd of werd je zelf in de route uitgestippeld? Ja, nee, ik heb een route vinden op social media, hè, bij Kielegat. En dan kun je het zo volgen. Heel simpel, hartstikke leuk. En langs wat voor prachtige Kielegatse plekken ben je gelopen vandaag? Oh, lekker door de binnenstad. En we moeten eerlijk zeggen, we hier ook staan, daar zijn we toch wel het langst even blijven plakken. Ja, want ja, dat blijft toch het Kielegatse hart, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker, ja. Dat blijft echt het Kielegatse hart. En hoe ziet hoe zien de komende carnavalsdagen eruit bij jullie? Ja, veel online, hè. Dus we mogen nog een keer de kilometer lopen. En was het mooi nou die grote Kielegatse tijd maar even opgegeven. Dus ik ben benieuwd wat allemaal gaat gebeuren. Nou ja, ik heb het al lang deur. Dit is wel een echte Kielegatse carnavalsmilitant. Ja, dat zie ik wel, ja. Als ja. we nog ergens een gaatje Als we nog ergens een gaatje hebben. Als we nog ergens een gaatje hebben deze carnaval, dan proberen we nog even langs te komen. Is goed, Tommy. Uiteraard op 1,5 meter afstand. Of u weet, kunnen we gezellig samen die kilometer gaan lopen. Dat vind ik ook wel gezellig. Ja. Natuurlijk graag omhoog, haakjes. En ja, met die gladde weer, daar kom ik liever niet te veel buiten eigenlijk hoor, maar goed. Hè? Ik wil jullie natuurlijk als Kielegatse carnavalsfamilie ontzettend bedanken om bij ons in de uitzending te zijn geweest hier bij Sanseveria TV. Ik wens jullie nog hele fijne dagen. De groetjes namens ons, namens Sanseveria TV, Breda Nu en Stichting Kielegat. En maak er wat moois van, lieve mensen. Ja, zeker. Houdoe. Yo, jullie ook. Houdoe, nou, bedankt. Doei. Och, wat gezellig. Ik heb toch het idee, hè. De mensen zijn lekker toch een beetje bij ons, zo, nou, hè. Ik heb het idee dat carnaval gewoon... Dat leeft volop in het Kielegat. Dat leeft volop, ja. Want je moet maar kijken, we hebben 3 huiskamers binnengehaald. Ja. En we hebben gewoon eigenlijk overal dat carnavalsgevoel gezien. Ja, ik heb toch echt het toch wel een beetje. Kijk, het is niet wat het normaal is, maar goed. Weet je, we vinden het toch nou gezellig zo met die mensen. En we voelen hier aan alles dat het liefste zouden we allemaal de Polonaise willen. Uiteraard. Dat kan nog, hè. Maar we moeten gewoon die 1,5 meter houden. Het wordt een beetje een... Het wordt geen Polonaise deze jaar, het wordt een Solonaise. Ja, maar ik hoorde dat ze wel iets op de Grote Markt gingen doen, toch? Ja, dat klopt, want... Niet getreurd, lieve mensen. Normaal is het hossen op de markt. Meestal allen een rondje rond je prachtige grote kerk. Alleen, dit jaar hebben we waarstadigheid. Waarstadigheid, ja. En zal ik jou eens vertellen wat dat is? Nou, vertel mij het is. Waarstadigheid. Tot en met vandaag kun je bij alle Albert Heijnen de schoenen inleveren. De oude schoenen, zoek uw kast uit. Want ja, je hebt vast tijd. Je kunt ons gewoon aanzetten op de achtergrond. Dus je kunt gewoon lekker schoenen uit gaan zoeken. En allemaal deponeren nog vandaag bij Albert Heijn. Dat kan nog net. De winkel is nog open. Gaan allemaal op de Grote Markt. Dus jouw schoenenpaar krijgt een plekje op die Grote Markt. Of slippers of pantoffels. En allemaal. Samen maken we dan toch een heel indrukwekkend moment op die Grote Markt van het Kielegat. Nou, dat is toch een geweldig initiatief. En we zullen maar niet vertellen tegen die kijkers dat wij van de week al 2 kroppen neergereden zijn mee in een volle auto. Want jij had wel 70 paarschoenen die je gedeponeerd hebt. Ja, veel te veel paarschoenen had ik natuurlijk. Maar ja, ik dacht voor het goede doel, bedoel er een paar weg. Ik kwam maar op 2 vuilniszakken. Altijd baas boven baas. Nou, zal ik jou nou eens wat vertellen? Want ik hoor weer dat er een call klaar staat, maar dat is wel even leuk om wat te vertellen. Er is wel leuk om wat te vertellen. Want ook dit is een prominente carnavalsvierder in het Kielegat. Samen met zijn vriend. Oh. Jullie moeder is er vaak bij, zijn zus is erbij. Ja, en het is toch wel de laatste jaren heb ik hem een beetje in mijn hartje gesloten. Och, in uw hartje. Het is echt
een carnavalsvriend geworden en ver daarbuiten. Oh. En ver daarbuiten. Oh, en ver daarbuiten. Ja. We hebben het over niemand minder dan Romario Prevost. En als het goed is, staat Romario klaar. Als ik even naar de regie ga. Kunnen we Romario in de uitzending halen? Ja. Want ik hoor dat hij er wel is, maar ze zijn even met die techniek even bezig, hè, om hem de uitzending in te halen. Ja? Nou, Romario, er staan nog wat kaboutertjes op de draad. Kaboutertjes op de draad? Ja, er zit nog een klein storingsken in. Hij is al half binnen. Half binnen? Ik denk kaboutertjes, maar redden ga je nou? Nou, je moet dat zo zien, er staat een kabouterken op de draad. Dus ja, dan is de winnaar. Nou, ik heb gehoord dat hij binnen is. Laat hem maar lekker erbij komen in de bar. Romario en Niels komt natuurlijk. Er komt er maar bij. Er mannen, maar goedemiddag. Oh, wat gezellig. Hey. Oh, wat leuk dat wij jullie in de uitzending hebben. Proost, jongens. Ze willen eerst even proosten. Kom. Och, nou, even proosten, mannen. Ja, hoor. Proost. Daar gaan we. Nou, tik hem aan. Proost, mannen. Zeggen we dan. Ja, zo is. Tik hem aan. Man. Ik moet wel zeggen, mannen. Ik mis jullie wel heel erg. Want ik zei net al tegen de kijkers thuis. Ja. Wij hebben jullie wel in ons hartje gesloten nog. En normaal met deze dagen, dit moment, komen wij jullie allemaal tegen. Maken wij hilarische, prachtige feestmomenten mee. Ja, en nou moet ik jullie zien via een scherm. Even niet. Ja, niet het is toch wel een beetje anders, hè? Niet die goede knuffel, niet samen in die polonaise. Het is jammer dit jaar. Ja. Och jee, ze lopen een beetje vast. Ja, we kletsen gewoon even deur, want kijk, ze blijven een beetje hangen. Nou, dat snap ik wel, want in zo'n gezellige bar. Ook in de kroeg. Oh, kijk hier, ja. Ja, hangen doet het normaal ook in de want kroeg. In zo'n gezellige bar wilde gewoon blijven hangen. Ja, dat doen de mensen vaak ook bij mij aan de bar. Ik zou even aan de regie willen vragen. Misschien kunnen we proberen dat we ze nog even dadelijk opnieuw in de uitzending halen. Want dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Misschien dat dat zo meteen nog lukt. Misschien dat zo meteen nog lukt. We hopen het en anders misschien een andere keer. Ik hoop dat ze nog inbellen. En wilde jij natuurlijk ook in onze uitzending? Dan kun je gewoon naar ons bellen op live.sanseveriatv.nl. Ja, en wie weet pikken we er jou wel uit en komt jij natuurlijk bij ons in die uitzending. En hopelijk zijn er geen kabouters dan aanwezig. Nou, die kans zit erin, hè, want je moet voorstellen, er zijn heel veel streams en live tv's op dit moment. Ja, dus het is gewoon druk op de lijn. Het is druk op de lijn. Het is druk op de lijn. Lijn, zeggen we dan. Kom eens trouwens met jouw lijn. Met mijn lijn? Nou, daar hebben we het niet over. Daar hebben we het niet over. Ja, jongens, we schakelen even terug, want Romario kon ons niet missen. Ze zijn er weer! Hallo, mannen! We zijn er weer. Ja, want waar ik benieuwd naar was, hoe vieren jullie nou carnaval dit jaar? Ja, we hebben gisteren natuurlijk Sans Vera TV opgezet en lekker gehost en gedanst in de huiskamer. Kijkend naar jullie. Ja, want zal ik jou eens wat vertellen? Ja. Romario en natuurlijk dan automatisch Niels, die zijn lid van de Geneticus. Van de Geneticus? Kende jij de Geneticus? De Geneticus? Nou, vertelde jij mij eens van de Geneticus. De Geneticus, die zijn van de Venizebar. Nou, jongen. Och, ja! Dat is een club. Het is dat uw hart maar klein is, maar ze passen er gelukkig allemaal in, want die wilden allemaal in hun hart sluiten. Echt waar. Ja. Oh, dat zou wel eens zijn. En je komt ze altijd tegen ons, Romario en ons Niels. Wat staat er de komende dagen toch nog een beetje op de planning? Proberen jullie toch nog een beetje carnaval te maken? Ja, we moeten er het beste maar van maken, hè. Ja. We gaan morgen nog een tocht lopen door het Kielegat. Kielegatse kilometer. Leuk, gezellig. Die hebben we vanmiddag al gedaan, maar na twee straten zijn we afgehaakt. Het was toch iets te koud. En morgen iets warmer aankleden en dan gaan we hem opnieuw proberen. En dan gaan we helemaal uitlopen. Nou, misschien vinden wij wel een gaatje dat we mee kunnen lopen. Nee, ik had al gezegd. Dat je bent altijd welkom. Gezellig. Nou, we zetten Tante Kom op de slee en wij lopen met z'n drieën. Ja, dat zou leuk zijn. Dat is prima. Dat is goed. Ik kijk er nu al naar uit. Hey, maar luister eens, Romario en Niels, normaal zijn jullie natuurlijk met je zus, met je moeder, want het is ene gezellige one happy family bij jullie. Ja, en het zijn lieve schatten, lieve mensen. Maar ja,
Moeten jullie nou gewoon met z'n twee keer carnaval vieren zonder die lieve mensen? Ja, je moet natuurlijk met je eigen huishouden en we wonen sinds kort samen, dus moet met z'n tweeën. Nee, met z'n tweeën. Nou, wilden jullie dan, of althans, ik pak mijn momentje zelf even, aan onze moeder van Romario en de zus van Romario een hele dikke kus van ons. Krijgen ze nou, van jou ook nog een kus? Een hele dikke smakker. Nou, kijk, die hebben ze dus mooi te pakken. Romario, ik heb in de wandelgangen gehoord dat we jou nog misschien even live gaan zien in de studio als gast op een later moment. Oh? Nou, ja. Wie weet, spannend. Wie weet, spannend, spannend. Ik wil natuurlijk jullie ondanks alles een hele fijne carnaval toewensen. Zeker. En ik hoop dat we elkaar weer heel snel live in levende lijven kunnen zien, mannen. Ja, ik hoop het ook. Het ook. Ja. Dat we snel weer echt kunnen proosten en niet via het beeldscherm. Nee. Nou, dat we lekker zo ik zou zeggen, kunnen drinken. Proost, leven de carnaval, leven het Kielegat, mannen. Dikke kussen, houdoe. En tot gauw, mannen. Houdoe en bedankt. Houdoe. Doei. Oh, wat leuk, hè. Meestal zeg ik houdoe en bedankt. Ja, ja. Ik vind het toch heel gezellig. Ja. Jou ja, gezellig, hè? Ik zat hier met jou aan die bar nadat we bij Maria waren geweest. Ik denk zo van een beetje, ik zit hier in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam zijn. Ja, ik zit hier in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam zijn. Ga je toch overal talenten voor, hè? Het is niet te geloven, gewoon. Ja, nou, dat is eigenlijk mijn favoriete nummer, hoor, maar. Nou, dus heb ik op geoefend. Ik vind het wel leuk dat we vandaag niet eenzaam zijn, want ik voel, ik voel mijn eigen stik in de gezelligheid. Zeker niet. Ja, ja, in de gezelligheid. Want, weet je wat ik ook altijd zo leuk vind? Och, nou, vertel. Ik ben nogal een nieuwsgierig type. Als ik mijn hond 's avonds uitlaat, dan wil ik altijd bij die mensen in de huiskamers binnenkijken. Och, ik ook. Ik ben nieuwsgierig. Ja, dat doe ik ook altijd. En nou hebben we de mensen aan de bar en we kunnen nog binnenkijken. Nou. Ook. Oh, inderdaad, ja. Vind ik geweldig. Maar ze geven niet veel prijs, vind ik wel? Nee, ik zie alleen maar zo net de achterkant en dat was het. Dus misschien als je morgen inbelt en je zegt van, oh, we hebben pas een nieuwe keuken of we hebben een nieuw dekbed op bed. Bel lekker in, laat het ons zien, want alles is gewoon mogelijk. Hè? Alles je kunt is mogelijk. Alles in het Kielegat met ons delen gewoon. Ja, stik gezellig. Helemaal leuk. Ja. Ja, en vanavond zijn we ook al dik onder de pannen. Ja. Want vanavond gaan we natuurlijk lekker die taart bezorgen bij Danny. We gaan lekker de taart bezorgen, ja. Toch? Ja, zeker. Ja, echt wel. Nou, heb ik gehoord voor de mensen thuis, ja, wij zijn lekker aan het tahoeren hier, want het is gewoon stikgezellig, ja, de tijd vliegt voorbij. We kletsen gewoon lekker. Ik heb het naar mijn zin. Ik heb het echt naar mijn zin. Maar, we brengen wat gezelligheid, daarnet zei ik het al. Ja. We hebben geen polonaise dit jaar, maar we hebben dit jaar een solonaise. Ja. En een heel goeie carnavalsvriendinneke van mij, van heel veel. En een bekende die altijd bij al die activiteitjes in het Kielegat is. Ja, zeker. Dat is ons Dorien van de Dorinis. En ik wil nou naar de radiostudio schakelen. Naar ons Monique en al die lieve luisteraars op de radio ook welkom heten. Want ons Monique die gaat ons meenemen naar de artiest van vandaag die en hier Brian in de studio staat. Brian zit er ook, geloof ik, hè? Brian zit er natuurlijk ook, ja, gezellig. Ja, niet vergeten. En we gaan nou schakelen naar de radiostudio. Ons Monique gasten introduceren. Een geweldige artiest, mensen. Wij gaan genieten. Ik ga met mijn voeten van de vloer op de kruk. Ga je lekker achter de bar? Lekker achter de bar. We lekker. Schakelen naar de radio. Naar ons Dorien. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, we zijn hallo. In beeld. Ja, oh, de radio gaat gewoon door. Jullie zijn ook allemaal live op de radio te horen. En, maar Dorien is er. De Dorien is, dames en heren. We gaan even schakelen naar Dorien. Want die staat al helemaal te popelen om te beginnen. We hebben ze hier net al gezien in backstage, maar ze is er als het goed is. Dorien, ben je daar? Ja, ik ben er. Alleen even kijken hoe het met de techniek en hoe ik mezelf terughoor. Wij horen je in ieder geval. Ja, wij horen je in ieder geval. Nou, helemaal goed. Dat nou, is jij ons ook. Hé, hey, Dorien, wat ziet het er weer goed uit? Ja, natuurlijk, hè. Lekker helemaal opgemaakt en dat doen we allemaal zelf. Oh, kijk, nou zie ik me eigenlijk ook in beeld. Ja. Och, helemaal op en top. Dat is helemaal corona-proof. En de goede kleuren, Sanseveria Radio en TV. Wat wil je nog meer? Nou ja, ik wou even weten hoe het met je gaat. Ja, het gaat bij mij hartstikke goed. Het is natuurlijk allemaal een beetje anders als anders. Maar we zitten in hetzelfde schuitje. En ja, ik heb eigenlijk wel een plezierige dag. Vanochtend om 9:30 gewoon allerlei radio-interviewtjes. Gewoon livestream dingen met mijn beste fan
een verstandelijk gehandicapte jongen, heb ik één groot feestje gebouwd. Ja, via WhatsApp dus, ging je dat, doet alleen ik, maar leuk. Ja, precies, via videobellen. Nou, we kunnen nog meer mensen blij maken. Ach, maar creatief bent, hè, Doreen? Ja, dat kan alles, hè? Zo is het maar net. En we hebben elkaar niet in het echt gezien, maar we hebben wel samen nog een liedje gemaakt, hè? Hoe is dat allemaal gegaan? Want ik weet dat wel, maar misschien kan je het even tegen de mensen thuis vertellen. Nou, wij hebben inderdaad een hele leuke samenwerking en we kennen elkaar al een aantal jaren in het vak. En toen heeft Johnny Purple het balletje opgegooid om met onze oude vrienden. En daar horen jullie natuurlijk bij als Changé, Chef Soldaat, de heren van Mosterd na de maaltijd, zei de gek. En Johnny Purple en ik, de Dorinis, hebben een heel leuk liedje gemaakt. Een hele leuke samenwerking. Niet naar huis. Nou, dadelijk moet ik naar huis, want die avondklok ja, begint zo. Maar moet er nog rennen. Ik heb hem al een paar keer gehoord, hoor, in de auto onderweg. Ja, super, hij is mooi, 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 leuk. En Dorien, welk liedje ga je doen? Ik ga nu beginnen met de Solonaise quarantaine. Ja, vind je het goed? Ja, lekker in uw eentje, maar ja, wij zijn gewoon bij je. Ja, ja, precies. Oké, wij doen hier in de studio in ieder geval heel hard mee. Nou, hartstikke absoluut leuk. En de mensen thuis natuurlijk ook, toch? Tuurlijk, zeker. Met z'n allen. Wij weten dat jullie dat kunnen. Daar komt-ie aan. Solonaise quarantaine. Ja! Wij zijn eens meemaken, mensen. Carnaval 2021 in Kielegat bij Sanseveria Radio en misschien ook wel TV. Wie zal het zeggen? Daar komt-ie. Het is een rare tijd, helaas maar waar. We willen Chance Rosse drinken met elkaar. Nu zit ik op de bank, de koelkast vol met drank. Ik ben niet meer zo slank, maar ik pak er nog eentje. Nu doe ik de Solonaise. Van mij geef mij de Polonaise. Ook in zij aan zij, alleen maar ik en mij en de Solonaise. Ja la 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 la. Er staan zonder camera als ik weet gewoon niet welke camera dat moet pakken, mensen. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Geef mij maar de grote pakket. Maar doe mijn best. Onze vrienden people thuis. Ik zie mijn vrienden people op het internet. De herhaling van 3 uurtjes maar weer opgezet. Hos van de kamer naar de hal. Confetti overal. Ik maak een groot bal en het lijkt wel. Het is gewoon carnaval. Solonaise. Van mij geen wij de Polonaise. Ook in zij aan zij, alleen maar ik en mij en de Solonaise. Ja, daar gaat ie van je lalala. Mensen in Kielegat, ga nog een lekker pilsje halen. Ik zou het doen, carnaval 2021. Wij zijn de speelmaker. En dan even de cooling down er op die bank. Geen mensen meer gezien door COVID-19. Mijn masker opgezet. En bovendien barst ik van de hygiëne door de quarantaine. Giet lekker een glas bier achterover. Beter kunnen niet hebben dit jaar, mensen. Daar gaat ie. Nu doe ik de Solonaise. Voor mij geen wijk in Polonaise. Ook in zij aan zij, alleen maar ik en mij en de Solonaise. Laten zien dat ik kan dansen. We klokken maken in molen. Alleen maar Jo is zo leuk. Waar zijn de handen? Daar gaat ie. La 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 la. Ja la 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 la. Heel goed. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Daar gaat ie nog een keer. De Solonaise. Voor mij geen wij de Polonaise. Ook in zij aan zij, alleen maar ik en mij. En we gaan nog even Solonaise. Zo is het maar net. Kijk, gezellig toch? Oh, wat heerlijk, Doreen! Oh ja, ik zit helemaal solo, maar ik vind ja, heerlijk. Ik hou ervan. Hoewel afstand, hoor. Ja, ik ook. Ja, het is gewoon niet anders. Nee. Hey, hoe is het met John en Rini?
John en Rien, ja. Heel ja, goed. Ja, ik zit nou net even op je Facebook te kijken, maar je wordt dan geplayback thuis, zie ik. Ja, ik wat heb, leuk. Ik heb inderdaad met de playback show in Oeteldonk meegedaan. Ja, leuk. Ja, was leuk. Als ja. Mouten met Niel. Dat is ik zie je ster. Ja, je doet van alles, hè, met dit soort dagen. Ja, zeker. Zeker. Gaan we jou nog ergens zien op een livestream? Of, Nou ja, ik heb al gepiekt de afgelopen dagen. Ik heb een piekmoment gisteren al gehad. Oké. Okay. Twee. En ik ben in Oosterhout geweest, in Café de Kletserij, daar had ik een livestream. Ik ben in Teteringen spontaan een mini-optreden gaan geven bij mensen thuis. Oh, en dat in zijn de straat. Leukste, hè? En hier bij jullie, Baronie TV. Ja, leuk. En gezellig. En Tilburg morgen, dus we doen wat we kunnen. Ja, zeker. En weet je, het blijft altijd, het is gewoon een hele bijzondere carnaval. Maar dat we dit samen kunnen doen, dat is toch ook wel heel bijzonder, denk ik. Nou ja, al die initiatieven. Ik vind het super dat iedereen op deze manier toch carnaval bij de mensen thuis brengt. Ja, zeker te weten. En welke knallen ga je doen? Nou, want jij hebt er zoveel, dus ik ben echt heel benieuwd. Maar ik dacht gewoon, café te happy end. Ja. Ik hoop iedereen gewoon weer in betere tijden te zien. En dat voor alle café-eigenaren en voor iedereen natuurlijk gewoon weer een happy end komt. En op een andere manier als we jullie denken, maar gewoon café het happy end. Ja, helemaal goed, Dorien. Hartstikke bedankt. En hier is hij dan. Joe. Dorien is met café het happy end. Daar gaat hij weer. Gezellig. Ga vooral op die banken staan. Daar komt hij. Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit daar sneeuwwitje en blauw paard aan de vent. De heks bestelt een appelsap met een flinke neut. En als ze poes gaat door aan wel, die is al lang geteut. Ja, waar zijn de handen? Ik ken dat. Ik zie ze gewoon door de huiskamer heen, door de camera's. Ik voel het gewoon. De heel kine dat met hem meedoet. Ja, la 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 la. Nou, daar gaat-ie, hoor. Ergens in het Sprookjesbos, daar staat een klein café. En na een dag hard werken mogen alle sprookjes mee. Na café het happy end, de bier kost er geen cent. De bar vraagt over drank, is ongekend. In de Polonaise gaat het hele stel. Dus de rechtbaan, je belt Tommy. Daar gaat-ie. Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit uit sneeuwwitje en blauw wat aan de vent. De heks bestelt een appelsap met een flinke neut. En als ze poes aan door haar mel, die is al aan de teut. Ja, 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 ze komt toch iets dichterbij. San Severia Radio en TV. Inhaken met anderhalve meter of mag er niet? Hij noemt zich Ali B. Het beest staat in zijn bellen en vrouw Holle poetst de vlee. Door een roosje op de bar, die zicht weer uitgeteld. De dwergen hebben weer een blad besteld. In de Polonaise gaat het hele stel. Dus mensen trek thuis aan wie je thuis belt. Kom op, schoolbeleidje erbij, daar gaat-ie. Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit uit sneeuwwitje en blauw wat aan de vent. Bestelt een appelsap met een flinke neut. En als ze poes die is al lang weer teut. Ja, ik wil handen zien in Kinegat bij San Severia Radio en TV. Carnaval 2021. We maken er samen iets van. In de Polonaise gaat het hele stel. Dus trek maar aan de thuisbel. We gaan inhaken van links naar rechts. Daar gaat hij. Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit aan sneeuwwitje en blauw wat aan de vent. De heks bestelt een appelsap met een flinke neut. En als ze poes die is al lang beteut. Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit aan sneeuwwitje en blauw wat aan de vent. De heks bestelt een appelsap met de flinke neut. En als ze poes, die is al lang weer teut. De heks bestelt een appelsap met de flinke neut. En als ze poes, die is al lang weer teut. Yes, de Dorinis, dankjewel. Ik heb alles gegeven voor Kielerat. Ja, dat hebben we geweten ook. Dankjewel en we zien je snel weer terug. Ik hoop het ook, tot ziens. Joe. Doei. Yes, en... Mensen, we zijn er weer gezellig. Oh, was dat toch leuk, hè? Oh, wat leuk, hè? Dat was ook zo leuk.
liedje over café. Ja, want nou, het is altijd feest in café, het happy end. Nou, weet je wat ik vind? Het is dat niet mag, maar ik had Dorien gewoon gezellig hier aan de bar willen hebben. Want nou, hè, ja, met Dorien is het altijd feest. Ik had een barretje vol willen hebben, ja. Ik zal jou vertellen, vorig jaar met Klune, toen ben ik met Dorien en heel de vrienden Mikmak geëindigd in Tapperijk, bij onze Ger. Oh, ja. Ik heb met Dorien op de trap staan te zingen. Nou, het was een feest. En ik moet zeggen, ik heb ze geappt deze jaar, ons Dorien. Op de dag van het klunen, dat ik het zo gemist heb. Ja, zeker. Maar, weet je waar ze ook feest vieren? Nou, waar vieren ze nog meer? In Prinsenhagen, dat is het Haagje. Ook in het Haagje, ja. Ja, familie Donkers. En om precies te zijn, Amber Donkers. En als het goed is, komt ze nou gezellig bij ons even in de uitzending. Oh, wat gezellig. Goedemiddag. Snel. Hey, hallo. 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 Hoe is het? Hey, hallo. Hoe is het daar? Hallo. Het is wel gezellig. Nou, ik zie het. Het is heel gezellig. Nou, hoe maken jullie de carnaval gezellig? Hoe komen jullie de carnaval deur deze dagen? Nou, we zijn heel druk bezig. Och, daar kunnen we vanavond ook langs. Nou, wat een lekkere snackies. Lekkere snacks. Amber, wij komen vanavond even langs met z'n tweeën. Wij komen lekkere snacksjes bij jullie eten. Ja, dat doen. Ja? Nou, Amber, gooi, ik app jou wanneer dat ze in het vet mogen, ja? Ja, ik app ze wanneer ze bij jou in het vet mogen. En ik heb ook gehoord dat jullie een spekpolonaise gedaan hebben. Een spekpolonaise. Nou, we gaan door. Amber, Mitchell en heel de Mikmak, dankjewel. Ja. Dikke kussen en tot vanavond. Zet de frietpan maar aan, dan komen wij langs. Ja, want mijn hartje die slaat al even over. Oh, zeg het eens, Ja, hier word ik vrij vrolijk van. Zeg het eens. Ik krijg gelijk... we gaan even inbellen met een heel leuk vriendinneke van mij. Oh, van jou? Ja, van mij. Is dat ook zo'n ingetogen diep? Nou, nee, die zijn nou lekker als beestenboel thuis gegaan. Oh, die hebben lekker kijk eens, wat gezellig. Oh, daar waren ze, ja. Oh, kijk hier. Daar zijn ze. Nou, daar staat je nog. Hallo. Sammy, hallo. Je bent in beeld. Je bent live op tv. Ja, bij Tante Cor. Oh, wat gezellig is dit dan. Oh, want die hebben gewoon een leuk feestje. Och, nou. Ja, het is wel een slechte verbinding. Waar wonen ze? Ze wonen in de Haagse Benen. Och ja, daar redt het al. Dat is nogal best een afstand. Dat is een afstand, dus dat geluid, ja, daar gaat weer even wat mis. Ik denk dat er met de straling wat misgaat. Ja, er gaat wat mis in het geluid. Maar dat is wel jammer, want ik zie daar een mooie tijger in beeld. En ik zie daar onze lieve Lulu. En kijk, onze Sammy. Och, kijk, allemaal tijgertjes. Daar gaan we van, leuk. Hè? Oh, tijgertjes en tijgerinnetjes. Tijgertjes en tijgerinnetjes. Hey, zullen we even... Zullen we even proosten met de mensen thuis? Dat doen we even gezellig mee met onze Sammy en de kinderen. Sammy en de rest, een dikke proost met op carnaval. Met de tijgertjes en tijgerinnetjes. Even lekker proosten. Ja, nou, kom op. Wij nemen ook nog een lekkere slok. Sammy. Sammy en heel de Mikmak. Oudoe. Ik heb even een slok erom. Kijk, ze blijven er gezellig gewoon bij. Ja, och jongens. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, weet je waar mijn hartje snel van klopt en helemaal van gaat gloeien? Dat het kielengat zo enthousiast is en toch in deze tijd die handdoeken niet in de ring gooit. Want anders kregen we veel was, hoor. Ja, we kregen stik veel was als je al die handdoeken in de ring gooit. Maar ik vind het gewoon zo mooi dat kielengat op een alternatieve manier lekker feest viert. Ja, zeker. Want je ziet het. Carnaval, dat moeten vieren. Ja. En dat vieren de mensen ook. Want het gebeurt gewoon allemaal thuis in de huiskamer deze jaar. Ja, zeker. Thuis in de huiskamer. En we zitten... Dat laat maar zien dat de mensen zo'n groot hart hebben voor die carnaval. Hè? Voor dat, ja. Nou, ik wil jou even ergens mee naartoe nemen. Oh, wat gaan we nou doen? Nou, kijk eens. De mensen thuis daarachter. Ga eens even een beetje aan de kant. Kijk eens. Een beetje aan de kant. Wat staat daar? Zo. Waar ben jij stik verliefd op? Zeg het eens. Oh, hebben we het over ons koningspaar? Het koningspaar. Oh.
En onze volgende inbeller, die zit in de Tweede Kamer in de Staten-Generaal, maar is een ras echte Bredanaar. Het is niemand minder dan de man van de VVD. Vereniging van... Ja, zeg het maar eens. Ik weet het ook niet. Ja, hij is er. Jerry, goedemiddag. Hallo. Hoe is het, jongen? Ik zie dat je genoeg kiel uit de kast hebt gehaald. Goedemiddag. Zeker, het is carnaval natuurlijk, hè. Dus geen carnaval zonder mijn kieltje. Geen carnaval inderdaad zonder het kieltje, nee. Want dat geeft toch wel een lekker fijn gevoel. Hoe kom jij nou de carnaval door, Jerry, deze jaar? Ja, wel heel anders dan normaal natuurlijk, hè, Tommy. Het is vooral één gast per keer ontvangen. Moet komen. En dan zorgen dat diegene voor 9 uur thuis is natuurlijk. Wel zorgen inderdaad dat je voor 9 uur thuis bent. Voor 9 uur thuis, allemaal, hè? Ja, want we zitten natuurlijk met die avondklok. Ja, want je kan alleen maar naar buiten als voor uw werk. Of ja, de hond moet uitlaten. Ja. Hé, maar Thierry Lester is, hoe kom jij deze dagen nou een beetje dicht? Om de avondklok ook. Natuurlijk, hè. Ik bedoel, er zijn leuke programma's. Je hebt veel voor Brabant. En vooral zelf lekker muziek opzetten. En het is niet zoals het was. Mooi om carnaval te proberen op deze manier. Ja, nou, Thierry die maakt het gewoon gezellig thuis met wat carnavalsmuziek en carnavals. Ja, wat gezelligheid. En als Thierry, we hebben een beetje een slechte verbinding, heb ik begrepen. Ja. Maar bel gewoon van de week nog een keer in. Want de verbinding kan per uitzending variëren natuurlijk. Hè? Want het is stikdruk op de lijn. Thierry, wij willen jou toch even bedanken voor jouw bijdrage. Dat jij er wilde zijn. Ik wens jou een hele fijne carnaval natuurlijk. Ja. En ja, ik hoop toch wel dat we snel weer samen kunnen proosten met een pilsje natuurlijk. Houdoe, Thierry. Houdoe. Het was gezellig. Nou, wat gezellig. De verbinding is even weer wat minder. Ja, maar weet je, ik denk dat gewoon het verschilt waar dat je zit. Ja, denk ik ook. En ik denk dat het gewoon heel druk is op onze lijn. En de een heeft nog gewoon een computer met een kabeltje. De ander in een stick draadloos. De ander in het 4G, 5G, 3G. Jongen, het is niet te filmen. Ja, het is niet te filmen, nee. Maar... Nee. Mijn bekje begint een beetje te rommelen, want we lopen een beetje tegen etenstijd, hè? Ja, etenstijd, ja. Ja, dan krijg ik ook altijd lekker honger. Aan het begin van die uitzending hadden jij geregeld dat we gezellig even gingen kijken bij de keuken van Wortel en Peen. Maar ik heb wel zin inmiddels in een lekkere tosti. Nou, ik ook. Ik ben benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Doe die even regelen dat we gaan schakelen. Live overschakelen naar de familie Wortel en Peen. Daar komen ze. Nee, daar zijn ze weer. Ja, nee. De tip. Ja, nou, we gaan lekker smullen. Je moet natuurlijk wel opletten. Want het is natuurlijk helemaal niks. Mee carnaval. Moet er wel op letten. Terug naar jullie. Hè? Fijne avond nog, mensen. Dan gaan we ons eten dan. De kaas droopt er zo uit. Nou, dat is geen tosti voor ons. Nou, ik weet wel dat het een knapperige maaltijd wordt, maar... Lekker knapperig. Gelukkig hebben we in het kielengat Deliver Naru. Ik denk dat we daar maar wat gaan bestellen. Oh, ja, dat klopt. Daar kunnen we ook lekker wat bestellen. We gaan dadelijk eerst samen... Wat gaan we doen vanavond? We gaan natuurlijk eerst samen gezellig op visite bij familie De Klerk. Want we moeten natuurlijk die taart weg gaan brengen. De taart. En ik lus wel een stukje. Ja, ik ook. Ik wil ook al ben zo taart. Benieuwd. Ja hoor, taart. Jay Taart, nogmaals bedankt voor je bijdrage. En natuurlijk de taart. Vanavond komt natuurlijk de grootste Mauwert. Ik geloof 8:30 die dan te zien is. Op deze zender. Ja. En we hebben vanavond ook die fantastische leuke show.
commandeur. Ja, dus ik zou zeker zeggen, commandeur, wat ook daar kunnen inbellen. Ik zal het alvast even zeggen. live.sansevieratv.nl. Bel live in, want je kunt uw eigen feestje gewoon hier in de studio halen. En een fantastische bijdrage leveren vanavond aan commandeur. Een leuke show van Mike en Esther. Heel veel leuke gasten, leuke spelelementen. Ja, jongens, zeker. Zit dan de buis gekluisterd en daarna gewoon gezellig naar wat gesabbel gaan luisteren bij zeker de godste maal. Zeker, nou even rond die deur. Die vind ik geweldig, fantastisch gewoon. Nou, ik zag jou gisteren door die deur komen. Ja, dat vond ik zo leuk. Dat was leuk, hè? Ja, dat was gewoon zo van hallo. Ja, weet je wat het is? Het is helaas lopen tegen zessen en wij moeten gaan afronden. Ja, we moeten weer afronden. Het zit er alweer op. Wij gaan afsluiten met een kruistekentje naar ons Maria, want ze heeft ons wel bijgestaan vandaag. Ja, lieve zeker schat, bedankt. Bedankt. Zo, daar gaan we. Daar gaan we. Lieve mensen, een hele fijne avond. Familie de Klerk, we komen zo naar u toe met die kielegataart. Zeker. En hopelijk zijn jullie er morgen weer allemaal bij in onze uitzending. Het happy hour tussen 5 en 6. Bel in live.sansevieratv.nl. Ja, ik zou zeggen, fijne avond. Een hele fijne avond. En tot morgen, hè. Hey.